Welkom bij Tech Reviews met Het is een Merk. Vandaag gaan we de Canon G7X Mark II vergelijken met de Canon M50. Welke camera is nu de perfecte vlogcamera? Dat kom je te weten in deze video. Ik ga trachten jullie zo eenvoudig mogelijk uit te leggen waarom ik deze twee camera's verkies om te vloggen. Welke camera's heb ik hier voor mij liggen? Wel, de Canon G7X Mark II en de Canon M50. Eerst en vooral, deze camera's zijn beide enorm geschikt voor het vloggen. Ze beschikken allebei over een flipscreen, wat je eigenlijk toelaat om jezelf te kadreren of zeker alvast te zien terwijl je aan het vloggen bent. Verder beschikken zij beide over een degelijke batterijduur. Nu moet ik eerlijkheid zelf wel bekennen dat de Canon G7X Mark II iets zuiniger is met zijn batterij en een 2 dagen vloggen mee kan gaan, terwijl de Canon M50 eerder zich tot een dag beperkt. Nu, waar zit juist het verschil bij deze twee camera's? Eenvoudig, kwaliteit. De Canon G7X Mark II filmt enkel maar 1080p en heeft geen microphone jack. En ik kan je zeggen, bij een video is geluid zelfs belangrijker dan kwaliteit van het beeld. Want de Canon M50 heeft een microphone jack, dus de mogelijkheid om een externe micro erop te plaatsen. En filmt nog eens 4K in slow-mo, 120 frames op 720p kwaliteit. Daarnaast waar mijn voorkeur ook naartoe gaat met de M50 is de mogelijkheid om lenzen te wisselen. Je ziet ze hier al voor liggen, heel mijn collectie. Hier heb ik de kitlens, dat is een 1545 kitlens. Die biedt eigenlijk dezelfde rijkwijde qua beeld als de Canon G7X Mark II. Maar je hebt ook de mogelijkheid tot pancake, waar je dat heerlijke vloeren, de in-depth of field hebt terwijl je iemand filmt. Heel leuk om mee te filmen. Maar mijn allergrootste favoriet, en hij staat er natuurlijk op, is de breedhoeklens die je kunt gebruiken op de M50. De breedhoeklens, of wat je eigenlijk juist een breedhoeklens, wel is een lens die je toelaat om eigenlijk een enorm groot beeld vast te leggen. Tijdens het vloggen is het zeer handig, dan moet je helemaal geen rekening houden met kadreren en kan je heel je omgeving, tijdens het reizen bijvoorbeeld, helemaal opnemen. Dus daarom is de M50 mijn favoriet, gewoon vanwille de mogelijkheid om verschillende lenzen erop te passen. Kwaliteit uitzicht niet alleen in resolutie van het filmen, maar ook in het fotograferen. M50 heeft meer megapixels, grotere pixels ook, en dat komt door zijn grotere sensor. Die laat toe om eigenlijk meer informatie op te nemen, wat zich weerspiegelt in de foto's, in het filmen, zeker bij kleurencorrecties bijvoorbeeld, en zelfs bij laag licht. Nu over stabiliteit, wat ook een heel belangrijke is tijdens het vloggen, daar ga ik toch misschien de voorkeur moeten geven aan de G7X Mark II. Dit toestel is eigenlijk gemaakt om niet na te denken. Het heeft een ND-filter van binnen en ook een in-camera stabilisatie. Wat maakt dat je kan rondlopen, sprinten, zwieren, dansen en toch altijd een stabiel beeld hebt. Terwijl bij de Canon M50 dit moeilijk is. Alleen heb ik door het camera te gebruiken een klein trucje erdoor gevonden. Je kan de instellingen tweaken om 3 modussen qua stabilisatie. En naar jouw voorkeur kan je daaraan bespelen zodat de stabilisatie beter is. En een gebrede lens, dus mijn favoriete, de breedhoeklens erop zetten, helpt ook. Want door het brede beeld krijg je eigenlijk toch de indruk dat het beeld heel stabiel is. En de lens heeft ook een in-lens stabilisatie, wat ook helpt. Natuurlijk. Gemeenschappelijke functionaliteiten die ik zeer interessant vind bij beide toestellen is de touchscreen, de time-lapse functie en de mogelijkheid om RAW te fotograferen. Dat maakt van deze toestellen het perfecte go-to toestel om naar buiten te trekken, om te filmen, om gewoon creatief zelf te zijn. Hoeveel kosten deze toestellen? Wel, de Canon G7X Mark II kan je vinden voor een kleine 500 euro. En de M50 komt er 150 euro duurder uit. Je krijgt er wel een kitlens bij en de mogelijkheid om uit te breiden met andere lenzen. Samengevat, welke camera moet jij nu kiezen? Wel, wil je een makkelijk te hanteren toestel? Kies dan voor de G7X Mark II. Uitermate compact, heeft een heel aangename batterijduur. Wil je nu iets meer, een upgrade van de G7X Mark II? Wil je het nieuwste van het nieuwste? En wil je ook variëren in de lenzen? Kies dan voor de M50. Hij is compact, heeft een geüpgrade kwaliteit ten opzichte van de G7X Mark II. En zoals ik al zei, je kan wisselen van lenzen. En ook de mogelijkheid tot een externe microfoon, wat ik heel aangenaam vind. Ziezo, ik hoop dat jullie aan deze review iets hebben gehad aan Technimex. Het was de eerste aflevering. Laat zeker weten in de comments wat jullie ervan vonden. En ik zie jullie op ons volgende avontuur of in deze studio tijdens een nieuwe review. Tot dan. Dag!